van Gezin op Reis en in deze video neem ik je mee naar de Harts in de winter. Dit is Quadlingburg, een werelderfgoedstad met allemaal oude historische vakwerkhuizen. Voor gezinnen is er ook een klein speelgoedmuseum met oud speelgoed. Met de auto rijden we in een kwartiertje naar Thale Erlebnis World. Met de kabelbaan omhoog en dan, wauw, wat een gaaf uitzicht. Op de top is er van alles te doen. Nog een keer. Deze rode baan is echt tof en hier kan onze dochter geen genoeg van krijgen. Ook gaan we naar de Titan, de langste hangbrug van Duitsland. Ik ben niet zo'n held, dus ik vind het best wel een beetje spannend. In het Hartsgebergte heb je onder andere de Broken en deze berg is 1000 meter hoog en daarmee de hoogste berg in de buurt van Nederland. En daarom kan je in de Harts ook goed skiën. En wij hebben geluk, want ook al is het half maart, we kunnen nog steeds skiën op de Wurmberg. Het is hier echt super mooi, met brede pistes die langzaam aflopen tussen de bosjes door en echt ideaal voor beginners of voor gezinnen. En we brengen een bezoekje aan Wernigerode, een leuke stad met genoeg te doen, zoals het luchtvaartmuseum, je kunt er goed zwemmen en er is een tof kasteel. Kortom, genoeg te beleven in de Harts, ook in de winter. Meer weten? Check onze blogs op gezinopreis.nl.